Aan de Van Swietelaan, vlakbij het Martini ziekenhuis, komt een noodopvang voor 550 vluchtelingen. Dat heeft het college van BMW vandaag bekendgemaakt. De opvang blijft in ieder geval een jaar open, maar dat kan verlengd worden mocht het nodig zijn. De eerste vluchtelingen nemen eind volgende week hun intrek in het pand. Burgemeester Peter den Oudsten heeft er vertrouwen in dat het pand binnen een week bewoonbaar gemaakt kan worden. Ik heb vertrouwen in het COA. Ik vind dat zij goed werk verrichten, doen wat ze kunnen. Maar ik zie ook wel wat voor ellendige omstandigheden er op dit moment zijn. En hoe moeilijk het is om aan de vraag naar ruimte zoveel mogelijk te beantwoorden. Dat het pand aan de Van Swietelaan als noodopvang gaat fungeren is volgens Henk Woldhoff van het COA ook hard nodig. Ja, de nood is heel hoog. Hè. We hebben de aantallen van vorige week gezien. Er zijn meer dan 3000 mensen binnengekomen in een week. Waar vorig jaar het gemiddelde weekinstroom zo'n beetje 300 was. Dus dat is het tienvoudige. Dus dat geeft al aan dat wij bijna dagelijks nieuwe locaties nodig hebben. Om die instroom weer te kunnen verspreiden en te onderdak te kunnen bieden. Den Oudsten ziet het als een morele plicht om de vluchtelingen een onderdak te bieden in Groningen. We hebben als stad altijd een houding gehad dat mensen die het moeilijk hebben hier ook een veilige haven kunnen vinden. En als je ziet met hoeveel mensen nu in het probleem zijn en vluchtwegen zoeken om in de westerse wereld een veilig bestaan op te bouwen, dan vind ik dat onze stad daar nu ook zijn deel van moet nemen. En natuurlijk kunnen wij de problematiek van de hele wereld niet op ons nemen. Natuurlijk heeft dat ook ergens zijn grenzen. Maar wij behoren met alles wat wij nu zien barmhartig te zijn, hulpvaardig en tegen de mensen te zeggen die het moeilijk hebben, je bent welkom in Groningen. Maandag is er voor omwonenden en belangstellenden een informatieavond. Nou ja, we zullen informatie verstrekken, we zullen daar kort schetsen de huidige noodsituatie. Maar ik merk de afgelopen weken op dat soort avonden die we regelmatig houden in de provincies, dat we daar weinig toelichting meer hoeven te geven. Iedereen die ziet dagelijks wat de vluchtelingenproblematiek inhoudt en die zien ook allemaal de noodzaak dat er opvang moet komen. Maar we zullen daar vooral de vragen beantwoorden van mensen die daar op afkomen maandag. De informatieavond vindt maandagavond 21 september plaats in Martini Plaza en begint om 19:30.